Hey! Onderweg naar Wijster. Tot straks. Goedendag. Nou, we zijn op de bestemming waar we graag willen zijn. Hier midden in Wijster, snackbar Wijster. Ik ben bij Jacco Kleine. Goedendag. Jacco ken ik van voorheen. Heeft altijd in Bijlenwest een snackbar gehad, een snackkraan gehad. Is vorig jaar begonnen hier midden in het centrum of in Wijster een snackbar. En nou Jacco, ik was even benieuwd. Hoe gaat het in deze tijd, in deze bijzondere tijd natuurlijk, waar we afstand moeten houden en hoe is het als ondernemer? Nou, ik mag in eerste instantie niet werken, we houden ons aan de regels. We werken met handschoentjes aan, we hebben terras opgeruimd en de tafels en stoelen, alles opgesteld. Ik heb al 2 keer keuring gehad en we doen alles netjes naar behoren. We hebben een hygiënegel. Ja, dan heb ik gezegd, we werken met handschoentjes aan en we proberen 3 man hooguit, 2-3 man binnen. Alleen afhalen en voor de rest om je volstrekt met regels. Ja, je mist natuurlijk wel wat ook, hè? En normaal kun je dus binnen eten, nu dus helemaal niet. Dus moet je even in de koud en wijs, want je kent elkaar helemaal natuurlijk. Ja, klopt. Maar dat is er gezellig geen probleem. Ja, absoluut. Hoe gaat het met het afhalen? Bezorg je ook bij mensen thuis? Hoe ga je daarmee om? Nou, daar gaan we heel goed mee om. Die gaan normaal bezorgen we ook. Maar daar maakt Wijster op zich geen gebruik van. Maar Atero, Noblesse, Scania en Aqualoongroep, daar bezorgen we allemaal weg. Maar de bewoners van Wijster en omstreek die bij me heen komen aan, nou, die roepen gewoon bij de deur: Jacco, yo, mogen we binnen? Ja, nou dan zeg ik wel ja of nee. Ja. Iedereen denkt gigantisch met me mee. En dat is gewoon geweldig. Super van Wijster. Iedereen denkt mee en ik weet niet wat ik verder van zeggen moet. Het is gewoon super. Het gaat allemaal ja, zoals het hoort. Tot zover. En nu heb je ook de softice, hè? Heb je nu klaar. Daar kunnen mensen ook gewoon gebruik maken. Ben je mee begonnen volgens mij? Ja, daar zijn we mee begonnen en dat gaat er hartstikke goed. Soms is het te druk en dan moet ik gewoon tegen de mensen zeggen. Ik zou nooit geen mensen wegsturen bij de zaak. Maar dan moet je echt zeggen van, kunt u daar en daar gaan staan, want ik ben geen trammeland en met de RIVM, dat wil ik gewoon, ik moet me aan de regels houden. Nooit sturen klanten weg, maar Ja, tuurlijk, dat is ook zo. Ja. Hey, en hoe zie je de toekomst? Ik zie de toekomst rooskleurig in. Ik ben nu ook bezig met andere dingen hier op de dorp bezig. Oké. Okay. Ja, en positief als ondernemer. Ja, positief als ondernemer en ik ben nu met dingen bezig en daar ga ik voor. En ik zie wel wat er verder voorkomt, maar dat doen we allemaal voor de dorp Wijster. Dus, ja, en net wat ik net zei, ben ik snakbaar ook, gaat goed en de mensen denken allemaal mee. Ik wil jou hartstikke bedanken. Ik ga een ijsje kopen bij jou en ik wil je bedanken. Die krijg je van mij, hier okay. Dat ook. Nou, dat is wel heel mooi. Dat bedoel okay. Ik. Oké, hey, bedankt. Dankjewel. Nu onderweg. Naar iets speciaals. We gaan naar het Spectrum toe. Wat daar gebeurt, zie je zo. Nu bij het Spectrum. In gesprek met een bekende van opa met Niels. Peter. Ik zie Peter nu weer bij het Spectrum. Ja. Vertel eens iets over waarom je hier bent. Nou, wij kwamen hier vanuit de dierenweide al eens in de maand op zaterdagmiddag met kleindieren op de knuffelen. En nu mogen de mensen niet naar buiten toe en zijn ze wat geïsoleerd. Want toen belde activiteitenbegeleiding ons op, hebben jullie een variant erop? En vanaf het moment dat de coronacrisis is begonnen, gaan wij iedere middag, 7 dagen in de week, even hier naartoe met de ezels om ze te laten zien. Dan geven ze wat voer. We laten, als ze de geiten bij hebben, dan laten we wat kunstjes doen. En dan lopen we wat rondjes rond het Spectrum. En dan ziet iedereen het en inmiddels is het doorgedrongen bij iedereen en vaak zitten de mensen al op het balkon te wachten tot we voorbij komen. Geweldigheid! Dus ook weer dieren verbindt mensen ja. In deze bijzondere tijd dat we allemaal meemaken. Ja. Dus voor iedereen is het... Heb je nog iets wat je graag nog wil bereiken verder hier met dit? Nou, wat wij...
Shane en ik. Shane die is al vanaf de coronacrisis kan hij niet naar school en die komt iedere dag bij mij. Dan gaan we samen wandelen en we hebben inmiddels eigenlijk wel een route door het dorp waar veel eenzame mensen wonen. Bijvoorbeeld mensen die hier toen er nog geen corona was op de dagbehandeling zaten of op de dagactiviteiten. Die zijn hartstikke geïsoleerd. En dan lopen we er even langs en dan weten we, sommige mensen moeten achterom lopen dat ze even kunnen haaien, ja, omdat ze niet naar buiten toe komen. En zo hebben we een hele route van allerlei mensen die het leuk vinden om eventjes zo een praatje te maken zoals wij nu doen. Maar ezels, dieren verbinden. Kijk, wat wij heel vervelend vinden met alle kinderen, alle rangers bij de dierenweide, is dat we maar met een paar mensen mogen. Want ze zou het liefste met 20 mensen komen en alle geiten en alles meebrengen, dat kan niet. Maar we gaan nu op tourbeurt met de dieren en wij proberen zo wat adresjes te hebben waar eenzame mensen wonen, waar je wat kunt buurten. Maar ook dat wij het een beetje in de gaten kunnen houden of het nog goed gaat met de mensen. Wat geweldig! Kunnen ze jou eventueel wel opgaan via welzijnswerk? Waar moeten ze zijn? Als ze, wij hebben een Facebookpagina. Als ze op de Facebookpagina zeggen, kom bij ons wandelen. Ze hoeven het maar op te zetten als reactie op ons artikel. Dan komen we langs. Wij wandelen iedere middag, Jane en ik, 2,5 uur. En we hebben inmiddels heel wat straten gehad en ik heb op heel veel plekken als het rondgeruimd. Want dat is het mooiste van ezels, als die aandacht krijgen van vreemde mensen, dan beginnen ze te poepen. Dus we hebben altijd schep bij ons, je kunt het daar zien. En zo lopen we door het dorp. Met veel plezier. Ja, mooi. Hey, ik wil je bedanken. Heb je nog een boodschap voor de mensen in deze tijd? De belangrijkste boodschap is volhouden en wacht niet te lang als je echt een noodkreet hebt. Neem contact op met iemand, want er zijn echt mensen, zoals mensen van Humanitas of van de WMO-raad of van andere organisaties die graag, al is het zo, op 1,5 meter in gesprek komen halen. Wacht niet te lang. Je hoeft jezelf niet te kort te doen. Geef een signaal en als buren weten die mevrouw of die meneer zit alleen, geef ons dat signaal. Er zijn altijd wel mensen die graag de energie hebben en graag een praatje maken. Ik wil je bedanken. Graag gedaan. Super. Hartstikke bedankt. Wij vinden het leuk om te doen. En dat 2 uur. Nou, en je ziet het dat mensen steeds meer waarderen. Ik had het gelezen namelijk. Nou, kijk hier, we hebben een ijsje gekregen van Jacco. Tot de volgende keer. En ik zal zeggen, like de video en abonneer op ons. Tot de volgende keer. Doei.